Welkom bij Spellenzolder, leuk dat jullie weer kijken. En dit keer wil ik met jullie een blik werpen op Brix, uitgegeven door 99 Games. Het is een spel voor 1 tot 4 spelers en je bent er ongeveer 20 tot 30 minuutjes mee zoet. En dit is weer een roll and write. We gaan in dit spel een soort van Tetris spelen waarbij verschillende blokken van bovenaf naar beneden vallen over ons blaadje. En die proberen we vervolgens zo efficiënt mogelijk in elkaar te schuiven om hele lijnen te vormen en daarmee punten te scoren. Verder zijn er verschillende posities op het speelbord waar je bonuspunten mee kan verzamelen. Degene die uiteindelijk de meeste punten heeft weten te bemachtigen, wordt de winnaar van Brix. Dus laten we maar eens gaan kijken wat er in de doos zit. Het spel is bedacht door Wolfgang Wasch en wij krijgen de spelregels in het Nederlands. Het is niet heel complex met nog een paar moeilijkheidsgradatievarianten en de regels voor het solitaire spel. We krijgen het klapblok met de verschillende velletjes voor de spelers in de vorm van een oude arcade machine. Heel erg tof gedaan, maar hier gaan de blokken invallen en hier houden we wat bonussen bij. We krijgen een stiftje voor elke speler, twee bijzondere dobbelstenen en een markeerfiche. En tot slot hebben we op de achterkant van elk vel eigenlijk de Tetrix blokken staan die naar beneden komen vallen. Dat is wat we krijgen. Laten we snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel eraan te beginnen uit. Elke speler krijgt zijn eigen arcade machine waarin hij zijn Tetris blokken gaat plaatsen. Je hebt een energiespoor onderaan afhankelijk van de hoeveelheid spelers. Zijn met 4 doet alles mee, zijn met 3 worden de 4 dichtgekruist en zijn met 2 worden de 3 en de 4 dichtgekruist. En we leggen een tweede velletje op de andere kant om aan te geven welke stukken we krijgen. De dobbelstenen worden binnen handbereik gelegd, we wijzen een startspeler aan. En die gaat beginnen. En dan de speler rechts van de startspeler, oftewel eigenlijk de laatste in de beurtvolgorde. En die mag als eerste een blok kiezen om alvast te laten vallen. En dat doet hij uit de eerste kolom. Die speler plaatst zijn marker bijvoorbeeld op de vierkant. Die tekent hij als eerste in. En dan tegen de klok in gaan alle spelers één blok kiezen om mee te beginnen. En dat mag natuurlijk niet een blok zijn wat al door een andere speler gekozen is. En dan zijn we klaar om te gaan beginnen. Wijs willekeurig een startspeler aan, die begint, die gooit beide dobbelstenen en dat bepaalt welk blok er naar beneden komt vallen. Maar dat bepaalt het voor alle spelers tegelijkertijd. Dus in dit geval is het blauw 1, dus dan komen we uit op dit blok wat naar beneden komt vallen. En dan ook specifiek op deze vorm en in deze stand. Je kunt hem niet draaien zoals in het gewone Tetris-spel. De speler die aan de beurt is, die mag eenmaal per beurt zeggen van nou oké, de eerste worp die ik heb gedaan, ben ik niet helemaal tevreden mee. Dus ik gooi even allebei de dobbelstenen opnieuw. Je moet ook altijd beide dobbelstenen opnieuw gooien. Nou, in dit geval gooit hij bijvoorbeeld 4 rood. Dat betekent dat dit het blok is wat iedereen krijgt. Daarna moet iedereen dit blok gaan plaatsen. Nou, de plaatsingsregels zijn simpel. De blokken vallen omlaag, dus ze moeten ergens eindigen op de bodem of bovenop een ander blok. Wat je wel mag doen, laten we vast dit blok er eventjes intekenen, is als je op een later moment bijvoorbeeld groen 1 gooit, dat is dit blok, dan mag je dat blok wel terwijl het valt schuiven. Daarmee moet je wel rekening houden dat hij door het gat moet passen. Dus zou het er zo uitzien, dan kan ik hem natuurlijk prima hier zo inschuiven. Maar zou ik hier toevallig al een ander blok hebben neergezet, zo, hoppata, dan kan ik deze L hier niet doorheen passen, omdat die 2 breed is en het gat wat ik hier heb opengelaten is maar 1 breed. Dus dan heb ik mezelf effectief al in een hoekje zitten tekenen. Mocht het zo zijn dat je met een speelstuk een stip overbouwt, dus laten we deze L gewoon lekker hier bovenop zetten, zo. Als die stip die je wegkruist dezelfde kleur heeft als het blok wat je erop gezet hebt, dan krijg je daarvoor een energie. Die energie die omcirkel je en die kun je dan later op een tijdstip naar keuze inzetten. En die energie kun je gebruiken voor 2 dingen. Je kunt 1 energie gebruiken, en dan kruis je hem gewoon weg, om bijvoorbeeld jouw fiche 1 naar links
of één naar rechts te bewegen. Waar je wel rekening mee moet houden, het is geen rondspoor. Dus als ik naar deze toe wil, moet ik 1, 2, 3 energie gebruiken om daar naartoe te verplaatsen. Alternatief, mocht het zo zijn dat ik 1, 2, 3, 4, 5 energie heb, dan zou ik 5 energie kunnen wegkruisen om een blok naar keuzen te nemen. Verder, elke keer als je een cirkel zet om een energievakje met een kruisje erin, mag je op deze lijn een kruisje zetten. Meest links en dan het volgende getal zijn de bonuspunten die je krijgt. Dus ik heb nu 1 bonuspunt. Verder kun je bonuspunten krijgen door in 1 keer 2 rijen, 3 rijen of 4 rijen compleet te maken op je bordje. Als je dat lukt, bijvoorbeeld ik weet 3 rijen ineens te maken, dus door 1 speelstuk te plaatsen heb ik 3 rijen van 10 volledig afgesloten, dan krijg ik 3 rijen, 2 kruisjes erbij. En zo zul je dus zien dat je steeds meer bonuspunten gaat verdienen op deze bonus track. Maar zodra alle spelers het blok hebben geplaatst, geef je de dobbelstenen door aan de volgende speler. Die werpt weer, die gooit 4 rood. Dit is het blok wat we nu met z'n allen krijgen. Je kunt energie zetten om hem naar links te bewegen in dit geval. Mocht het blok wel passen, maar je wilt het niet in je speelveld tekenen, dan mag je een bom gebruiken om het blok te vernietigen. Dat kruis je gewoon af. En dan hoef je deze beurt geen blok te plaatsen. Hou er wel even rekening mee. Voordat je begint te kruisen, de startspeler mag altijd zeggen van, nou, dit blok komt mij ook niet uit, dus ik gooi nog een keer opnieuw. In dit geval maakt het heel weinig uit. Maar het kan zijn dat het de nieuwe worp een blok is waar je wel mee kan. En op die manier gaan we spelen totdat geen enkele speler meer een blok naar binnen kan krijgen. En dan ga je punten tellen. Als een rij volledig afgekruist is, dan krijg je daar 5 punten voor. Als er 9 kruisjes in een rij staan, krijg je 2 punten. Staan er 8 kruisjes in een rij, is het nog 1 punt waard en minder is geen punt waard. En mocht je dat voor elkaar krijgen hier in het gele of zelfs oranje gebied, als je dan een rij van 10 hebt, dan is die 5 keer 2, dus maar liefst 10 punten waard. En hier bovenaan heb je hem keer 4. Verder krijg je punten afhankelijk van hoe ver je bent op dit spoor. Dus in dit geval zou ik nog eens een keer 6 punten vanuit dat spoor krijgen. Elke bom die ik niet heb ingezet is ook nog punten waard. En tot slot, elke 2 energie die ik nog over heb aan het einde van het spel is nog 1 punt. En degene met de meeste punten is de winnaar van Brix. En zo wordt het spel gespeeld. Brix is een simpel en snel spelletje wat gekenmerkt wordt natuurlijk door aan de ene kant een leuke vormgeving en de herinneringen aan het voormalige Tetris. En aan de andere kant is het fijn en interactief, want één iemand gooit de dobbelsteen, kan dat opnieuw een keer werpen. En dan gaan we met z'n allen puzzelen hoe we dat geworpen speelstuk zo efficiënt mogelijk in onze speelmachine krijgen. En dat puzzelen, dat is natuurlijk een grappig effect. En dat zul je ook zien dat iedere speler doet dat weer op zijn of haar eigen manier. En dat maakt ook dat iedereen toch uiteindelijk weer andere vormen voor elkaar weet te krijgen en op andere scores uitkomt. Daarnaast is het ook nog wel weer listig om te kijken naar welke kleur kan ik waar neerzetten om die stippen te verzamelen, waardoor je extra energie kan krijgen. Dat geeft je meer mogelijkheden, maar dat zorgt er ook voor dat je eventueel meer kruisjes krijgt, waardoor je aan het einde van het spel nog een extra bak punten kan scoren. Dus er zitten allemaal kleine, simpele mechanismes in die redelijk in elkaar haken en toch weer voor extra punten kunnen zorgen. Alleen ja, daar zul je soms wat risico's in moeten nemen en af en toe worden die uitbetaald omdat de dobbelstenen jou de stukken geeft die je graag wil. En soms heb je pech en maak je er een grote bende van en wordt het uiteindelijk niks meer. Maar het is een snel en simpel spelletje, dus dat is niet heel kwalijk. Maar alles bij elkaar genomen is Brix gewoon een vermakelijk spelletje. Ik vind hem niet zo sterk als de andere Roll and Rides die onlangs uit zijn gekomen. Het puzzelelement is leuk, alleen de geluksfactor in dit spel vind ik iets hoger dan bij de andere. Je kunt een klein beetje middels de energie manipuleren welk speelstuk je wilt, maar zelfs die keuzes zijn redelijk beperkt. En dat maakt dat je wat meer geluk moet hebben om een fatsoenlijke score bij elkaar te werken. En het is om die reden dat Brix een prima roll and write is, maar er voor mij niet bijzonder uitspringt en vandaar een 6.
not Spellenzolder.